jullie leuk om mee te doen aan een oorlog? Ja, lekker een potje vechten. Ja. 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 Weet je, het is afschuwelijk. Discipline en tactiek. Oefenen wij fanatiek. Oefenen wij fanatiek. Iedereen in lusten wij rouw. Iedereen in lusten wij rouw. Vijand samen bont en blauw. De vijand samen bont en blauw. Een kadet en een zeeman, en die doen straks mee in het prachtige stuk van Kinsbergen. En ik kan me voorstellen dat jullie al een heel klein beetje zenuwachtig worden. Ja, ja. Je bent echt wel gewoon zenuwachtig. Je moet iedere dinsdag oefenen voor het toneelstuk. En nu moeten wij het hele eerste stuk gaan oefenen. Dus ik ben benieuwd hoe dat af gaat lopen. Het gaat vast goed komen, denk ik. Want vader en zoon, dus je hebt altijd een beetje steun van je vader natuurlijk. Ja. En is de vader dan ook zenuwachtig? Nou, tot dusver nog weinig last van. Ik vind het alleen maar een gezellige avond en een leuk samen zijn. En nou ja, leuk dat we mee mogen en kunnen doen. Dat is een keer voor de ervaring wel leuk. Maar je hebt straks een mooie rol, want wat speel je? Nou, wij zijn dan de figuranten, maar dat is... ja, we beginnen in het eerste gedeelte als Kozak. Dan gaan we nog een stukje als Elburger Visser spelen. En we gaan nog gewoon als burger van Elburg figureren. Dus we zijn, als het goed is, drie verschillende rolletjes hebben we. Ja, en wat leuk is, ik heb natuurlijk de eerste gedeelte al gezien, hè, toen jullie net begonnen. Dat de kleding wordt gemaakt. En hoe voelt het dan? Want dan ga je dan ook in je rol zitten als je andere kleding aan hebt. Ja, wel meer. Dat wel. Ik dacht het al wel, want ik denk van, als je dan een jasje aan hebt wat bij je past, nou, dan moet je natuurlijk je anders gaan voelen. Ja. Toch? Dat is echt wel zo, ja. Ik heb dan een blauwe vestje aan met een wit shirt eronder en een blauw met wit gestreepte broek aan. Voor, echt, ja. Echt wat af, zoals het hoort, hè? Ja. Maar heb je ook tekst? Nee, dat heb ik niet. Er moeten ook mensen zijn die natuurlijk marcheren, want dat heb ik gezien wat jullie doen. En dat is ook een onderdeel van het hele stuk. Maar wat doe je als visser of als burger van Elburg? Daar moeten we nog een gedeelte of moeten we er nog van repeteren. Als Kozak zijnde zijn wij soldaat onder leiding van de jongen van Kinsbergen. En als visser dan zijn we bezig ook. En dan, nou ja, dan komt er een veldslag. Daar moeten we in spelen. En het stukje Elburger Burger. Weet ik nog niet 100% hoe dat allemaal. Daar moeten we nog een beetje aan proeven. Dat heb ik nog niet echt wat van meegekregen. Maar goed, je bent burger van Elburg natuurlijk. Ik vroeg me wel af van. Als je je inleeft als Kozak, zou je dat hebben willen zijn vroeger? Dat weet ik niet. Nee, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is om je in te leven, inderdaad. En met we zijn met echt een hele leuke groep figuranten. Het is wel een uitdaging en het is ook echt heel erg leuk om mee te mogen doen. Groet, zij eer aan jou, nieuwe commandant van Kinsbergen. Nou, wie commandeert van Kinsbergen? Spasibo.